Iemand iets te melden? Ja, ik wil wat vragen eigenlijk. Ik kan zo verstrikt raken in een hele in een oordelende, kritieke stem die zegt dat ik niet goed doe, zoals ik het doe. En dat stapelt zich altijd maar weer op. En ik denk dat de vraag echt is van hoe moet ik in me omgaan met en eigenlijk hoe kom ik er vanaf? Ik wil dit gewoon. Ja, nou goed, het is handig om te beginnen met te constateren van dat er motief is om er vanaf te komen. En er kan vroeg of laat begrepen worden dat als het motief actief is om ergens vanaf te komen, onderzoek uitgesloten is. Iets onderzoeken gaat om in te zien hoe iets functioneert. Eerst moet ik het probleem begrijpen. Pas dan is er mogelijk een oplossing te vinden, als dat al de bedoeling is. Mijn ervaring is dat als ik werkelijk begrijp wat gaande is, en dan bedoel ik niet alleen met mijn kop, maar helemaal, dan is er geen oplossing nodig. Dus uit het verstaan van de issue komt een beweging voort die eigenlijk het issue doet oplossen. En het issue is er vanaf willen? In dit geval. Dus kunnen we dat als issue nemen? Oké, de problematiek van er vanaf willen. Kan daar naar gekeken worden, mee gespeeld worden, omheen gelopen worden, totdat dat hele mechanisme van er vanaf willen werkelijk verstaan wordt. Wat dat betekent, waarvanuit dat plaatsvindt, hoe dat voelt, hoe dat functioneert. Dat zou het onderzoek kunnen zijn. En het gunstige hiervan is dat je dus eigenlijk maar één ding hoeft te onderzoeken. Namelijk het mechanisme ergens vanaf te willen. Je kunt er namelijk grip op innemen als je deze doorziet, dat heel veel anderen ook omvallen. Want wat ik in het begin al zei, wat wij doen is er verschijnt iets en we willen meteen er vandaan. Maar het probleem is hier, niet daar ginds. Ik moet daarmee zijn, ik moet het verstaan. En zien wat er tot me wil komen. We zitten ook, en dat is een ander dingetje wat hiermee te maken heeft, veel te veel vanuit het bekende te kijken. Dus er is een situatie, en dan gaan we oplepelen van de kennis die we al hebben, het oude dus. Daar gaan we zoeken naar een oplossing. Maar dat zit niet in het oude, want als het daar al zat, dan was dat issue er niet. Snap je? En toch gaan we de hele tijd in mijn geheugen, zou ik maar zeggen, in mijn al aanwezige kennis zitten zoeken naar de oplossing van dit verschijnsel. Maar als ik het al wist, dan was het er niet. Dus het zit daar niet. Het moet van iets anders komen. Het moet een ontdekking zijn, nou ja, ik roep al heel lang, een inzicht komt tot je. Die krijg je, die maak je niet. Die zit niet hier. Dus ik kan in het bekende blijven zoeken tot ik een hond krijg. Daar zit het niet. Dus de vraag is veel meer, kan ik in een toestand komen van sensitiviteit, van ontvankelijkheid, waarin ik raakbaar ben, waarin ik beschikbaar ben voor iets nieuws. Iets wat ik nog niet wist. Een ander perspectief dan de 100 die ik al heb, die er eigenlijk maar 3 zijn. Vandaar dat ik vaker dat woord interesse ook gebruik heb. Heb ik interesse in deze situatie? Als ik ergens vanaf wil, is dat geen blijk van interesse. Kan dat ook een kwestie van tijd zijn, Hans? Dat je gewoon heel lang blijft afweren? Totdat je het moe bent. Totdat je daardoor verstaat dat het niet werkt. Ja. Yes. Het is een soort bereidheid, hè? Ja. Yes. Dat is mijn ervaring althans. Yes. Dat, En die bereidwilligheid, sommigen die hebben dat meteen, anderen krijgen dat na een tijdje. You never know. En sommige dingen, daar merk je van dat je daar jarenlang tegenaan blijft duwen, totdat het kwartje valt. En ja,
Dat is niet een kwestie van slim of stom, zo gaat dat gewoon. Ja, je kunt het ook niet forceren. Nee, no way. Dat is iets waar ik in mezelf merk, ik, dat ik in bepaalde patronen blijf zitten. Ik verlang er niet genoeg naar om vrij te worden. En dat zit er nou weer dwars, maar... Ja. Ja, nou... Maar dan kan dat stukje van je dwars zitten onderzocht worden. Bijvoorbeeld. Het minst constructieve, maar daar kan ook niemand iets aan doen, is om jezelf dan te gaan lopen afkeuren. Niet als veroordeling, maar gewoon als observatie. Ah, ik heb onvoldoende bereidwilligheid. Oké. Okay. Misschien over een uur of een week wel. Want het blijft toch in beeld komen. Ja. Weet je wel, dus je krijgt in die zin keer op keer de gelegenheid. En vroeg of laat heb je die bereidwilligheid misschien wel, of wordt er iets heel anders doorzien wat daarmee te maken had en blijkt dat ineens ook makkelijk. Dus normaliter, bij iedere keer als er iets zeg maar doorzien is of doorvoeld is, neemt die sensitiviteit en die bereidwilligheid toe, normaliter. Het zijn geen lineaire dingen, daarom kun je het niet in een 12-stappenplan zetten, maar... Het meest waarschijnlijke is dat iedere keer als er iets doorzien of doorvoeld is, de intelligentie, de sensitiviteit groeit en dat het volgende makkelijker wordt. Nou, oké. Okay. En sommige dingen die zijn gelijk zo fundamenteel, ja, die zijn gewoon dan misschien wat lastiger. Iedereen staat er net weer iets anders in. Dat is oké. Okay. En nou ja, werk met de bereidwilligheid die je hebt. Maar ga niet eisen, weet je wel, meteen over 100% te beschikken. Als we die 100% al hadden, dan zaten we niet in de problemen. Dus bijna niemand start met een 100% bereidwilligheid. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar dan is het zo dat in de volledigheid steeds weer stukjes onvolledigheid verschijnen. Ja, dat is mooi gezegd. En dat steeds weer hobbels zijn, waar je inderdaad zoals zei, dat je er af en toe moe van wordt, dat er weer een stukje onvolledigheid ontstaat in dat wat je al bent. Mm-hmm. En je wilt dan graag zijn wat je bent. En het lijkt alsof daar dus hindernissen worden opgeworpen door wie of wat, weet ik niet. Nou goed, zo zit ik dus af en toe te denken en nou ja, de enige moeilijkheid hierbij is een beetje van dat het net iets te veel een hordenloopwedstrijd wordt zo. Die compleetheid die is er. Daarin verschijnt bijvoorbeeld verkramping of een identificatie. Daarmee is die compleetheid niet weg. Die wordt daardoor niet ontkend, er verschijnt gewoon iets in. Want anders wordt het veel te veel iets van de persoon die... compleet wil zijn. Een persoon is nooit compleet. Een persoon is een masker. Een verhaaltje. Dus die irritatie of die hulpeloosheid is weer van diezelfde persoon. Dat is die onvolledigheid. Die roept dan, is het niet goed. Terwijl die compleetheid, die ligt daar nog steeds helemaal compleet te wezen. En dat stukje gebeurt daarin. Dat is oké. Maar het lijkt alsof door dat stukje die compleet is, helemaal over het hoofd wordt gezien of niet, maar die persoon kan dat natuurlijk niet voelen. Nee, natuurlijk niet, maar het gaat ook niet om die persoon, het gaat om die compleetheid. Ja. Maar die is al gerealiseerd dus. Ja, uiteraard. En die heeft dus helemaal niet zo'n last van zo'n incompleet stukje. Dat is die persoon die daar last van zegt te hebben. De incompleetheid zegt last te hebben van de incompleetheid. Bewustzijn zegt nooit wat. Dus ik maak het gewoon veel te zwaar. Yes. En te veel er een wedstrijd van die ergens aan moet voldoen. Het is pas compleet als ik alle horden verslagen heb of iets dergelijks. Nee, ik ervaar compleetheid en soms verschijnen daar dingen in. En zolang als die body mind zal leven, zullen er dingen verschijnen. Belangrijker of minder belangrijk. En soms doen zich situaties, gewoon levenssituaties voor, waar die Hans-character niet weet hoe die daarmee om moet gaan. Wat hij wel weet, is dat hij dan niet in, wat ik net zei, het oude bekende moet gaan zoeken. Maar dat hij gewoon even wacht tot de clue tot me komt. Dus ik hoef er niet meer over na te denken.
Er is ook geen weerstand tegen dat ik niet weet wat ik moet doen met iets. Vroeger wel, want ja, je was pas goed als je overal een antwoord op had. Nou, ik weet heel veel niet. Ik weet heel weinig eigenlijk. Maar wat ik wel weet is hoe ik kan zijn, zeg maar. En dan komt er altijd een aanwijzing, een inzicht of iemand heeft daar toevallig wel verstand van. Die zegt, ja, doe toch gewoon zo en zo. Oh ja. Zou je dan kunnen zeggen dat je strikt genomen die compleetheid eigenlijk niet ervaart? Ja, die is, dat ben je. Kun je niet ervaren? Strikt genomen niet. Wat je ervaart eigenlijk is afwezigheid van gedoe. En dat wordt steeds lichter? Ja, en normaal. Dus waar vroeger die afwezigheid van gedoe een kortstondige onderbreking was in het tumult, is dat nu eigenlijk de default setting en af en toe is er even iets. Waar dan geen drukte over gemaakt wordt, want ja, het wordt gezien voor wat het is. Iets met een kop en staart en het heeft niet echt een impact. Niet dat ik dat denk, maar er wordt weinig mee gedaan, zou ik maar zeggen. Er is weinig involvement. Er wordt ook niet gezegd van er mag hier geen onrust zijn, bijvoorbeeld. Terwijl vroeger, toen ik spiritueel was, dacht ik dat ik altijd rustig moest zijn. En er valt er steeds meer weg tot het onbegrensd lijkt te zijn. Maar dat kan je ook niet ervaren. Nee. Wat je ervaart, je kunt onbegrensdheid niet ervaren. Wat je ook steeds ervaart is begrensdheid. En waar we het ook heel veel over hebben vanmiddag, van als er begrensdheid optreedt, is er gelijk de neiging om dat weg te willen hebben. Dat is een beetje verwrongen reminder aan dat we feitelijk die onbegrensdheid zijn. Daarom houden we er niet van. Alleen we benaderen het negatief. Ja, pleidooi is vooral van mildheid en geduld. Ja, in ieder geval niet in die forceermodus te gaan, ja. En dat dus inderdaad opvalt dat in dat hele spirituele gebeuren er heel veel hardvochtigheid zit. Dit moet weg, dat moet daaraan voldoen. Ja. Mensen zeggen dan soms dat die Hans-figuur hard is of iets dergelijks. Maar als ik naar een hoop spirituele zoekers kijk, dan denk ik, die zijn maar een partij hard, alleen ze hebben het niet in de gaten. Dit mag niet, dat mag niet, het moet hieraan voldoen, dit hoort niet, je moet zus zijn. En dan met die kralenkettingen en soepjurken lopen zeveren. Weet je wel, dat is allemaal om die hardheid te verhullen. Ze hebben het gewoon niet in de gaten. Ik vind dat gewoon raar. Dan gaan we praten over liefde, maar we zeggen deze emotie is slecht en dat verschijnsel is slecht en dit is niet goed. Voor mij zegt liefde overal ja tegen. En die heeft wel interesse. Welk verschijnsel dan ook. Oké, pijn. Daar is ruimte zat en aandacht zat voor. Is niet slecht. Eigenlijk zeg je, dit zijn eigenlijk allemaal prachtige geschenken. En ben ik nieuwsgierig genoeg, voilà. Dan laat ik jij in. Yes, en inderdaad, met wat hij ook zegt, met wat mildheid daarbij. En niet zo van, ik ben pas goed als dit overwonnen is. Weet je wel, wat ik net zeg, van het is geen wedstrijd. Nee. Eigenlijk zeg je de hele middag hetzelfde. Niks. Ik zeg al 20 jaar hetzelfde. Maar ik zeg het heel slecht, blijkbaar. Ja. Je kunt, we snappen dat ook best, hè? Van als jij gejaagd bent en vol weerstand en doelen stelt waaraan dingen moeten voldoen, dan heb je toch niet de ruimte en de rust om iets te ontdekken. Dat kan toch gewoon niet? Zo gaan we niet om met ons werk, bijvoorbeeld. Of als we aan het tuineren zijn, weet je wel. Niemand gaat zo van... Nou ja, bijna niet. Weet je wel, dan zorg je dat je daar de aandacht voor hebt en ja, dat je even kijkt van wat er van je gevraagd wordt enzovoorts. En nou, dan ruim je dat op of weet ik veel wat je doet, weet je wel. Maar voor dat interne gebeuren is het allemaal, dit moet weg en het moet hier aan voldoen.
Het is een partij agressie eigenlijk. Ja. Dat vind ik heel raar. Ja, dat is een vraag. En ik deed dat ook zo, weet je wel. Ik was een beetje felle. Dus ik dacht van, ik vecht mij overal wel doorheen. Ja, daar kom je een eind mee. En op een gegeven moment kom je geen millimeter verder. Ja. En dan moet je wel. Yes. Ja. Nou, dan blijf je dat een tijd proberen. Boing, boing, boing tegen die muur. Totdat er iets van inderdaad een mildheid, een zachtheid, iets heel anders de boel overneemt. En dan blijkt die hele muur niet te bestaan. Die bestaat alleen als jij met die lompigheid... Dus ik merkte, en dat zijn van die rare dingen, dat ik mijn zin kreeg op het moment dat ik mijn zin niet meer wilde hebben. Weet je wel, van dat soort rare natuurwetjes krijg je in de gaten. Als ik geen eisen stelde, begon het zich te openen. En dan kreeg ik allerlei dingen, inzichten of ervaringen of gewoon praktisch in het leven hulp. Maar op het moment dat ik dit deed, dan werd alles strof en lastig. Omdat ik dacht dat ik het beter wist. I don't. Ja, relax. Ja, dus terug. En op een gegeven moment wordt basically leven dan heel eenvoudig. Je zit gewoon te zijn, zeg maar. En er komen impulsen en je weet van, ah ja, deze... Die is voor mij. Ja, maar wat wel lastig is, als ik hier nu naar jou zit te luisteren, dan it all makes sense. Het is heel duidelijk. Maar inderdaad, je zegt steeds hetzelfde. Maar volgende week thuis, dan is dat weer een beetje weg. Ja, maar daarom hebben we over 2 weken een drieluik. Satsang drieluik, hartstikke tof. Ja, maar dat is het punt. Ja, maar zo gaan die dingen, weet je wel. Dit is een van de meest bijzondere dingen ook in mijn beleving van... 20 jaar geleden werd gezien hoe het zat en daar is niks in veranderd. Ja. Maar het duurde een hele tijd voordat die Hans character omgebouwd was, zodat hij dat ook kon leven, zeg maar. Ja. Ja. En dat vond ik in het begin, en dan heb ik het over een aantal jaren, fucking lastig. Want ik wist, maar ik kon me niet zo gedragen. Ja, dat is ook zo'n stukje. Dat is heel lastig. Yes, you know. Je weet wat waarheid is, je weet wat liefde is en je ziet jezelf, ik in ieder geval, ik zag mezelf gedragen als gewoon een fucking idiot. Ja, maar de oplossing is, zeg jij dus? Ja, hetzelfde als met alles. Weer terug. Ook daarna kijken, ook daar je weerstand over onder ogen komen, je neiging om jezelf af te keuren of dingen te claimen of wat er dan ook speelde. Het is altijd hetzelfde. Kan ik hier interesse in hebben of blijf ik hangen in het afkeuren? Ik werd niet liefdevoller door mijzelf ook nog te gaan afkeuren. Er zit een verschil tussen kunnen observeren dat ik liefdeloos handel of, oh, wat handel jij liefdeloos? Weet je wel, dat is dubbel liefdeloos. Want niemand handelt liefdeloos omdat hij dat leuk vindt, ja, op een enkele psychopaat na. Wie weet.